aandacht voor Raymond Wedvoet. Ja, aan mij de eer om de dag voor de workshopgedeelte af te sluiten. Ik heb een klein verhaaltje en ik begin eigenlijk met een stel Indianen. Ik heb het vandaag al een paar keer voorbij horen komen. Het ging heel vaak over het lange termijn perspectief. En we kunnen heel veel leren van de Indianen. Dit zijn drie zinnen die voor de Indianen communities leidend zijn. For the good of all, to support all, and for the next seven generations. En voor mij gaat nieuw organiseren daar ook heel erg over. Nog een voorbeeld, ook uit de natuur. We hebben de mieren al gezien. Die heb ik straks ook nog in zitten. Ze blijven fascinerend. Dit is een groep bomen. Die staat in Utah. Ze zijn 80.000 jaar oud. Maar wat ik het meest fascinerende van deze groep bomen vind, is dat het één wortelstelsel is onder de grond. Het zijn niet allemaal bomen. Het is één groot organisme. Nou, even de kapstok sociale innovatie. Ik werk voor Sintens, nog. Per 1 januari is dat de nieuwe Kamer voor Koophandel. En dat heeft nogal wat voet in de aarde. Kan ik uit ervaring zeggen. Maar binnen Sintens hebben we een modelletje ontwikkeld voor sociale innovatie binnen het MKB. En wij zien eigenlijk vier niveaus. En die zien jullie hier schematisch weergegeven. En dat begint voor ons op het eerste niveau. Wij als mensen. We hebben vandaag al heel veel sociale media voorbij horen komen. Sociale media zijn voor mij een middel om mijn werk slimmer in te richten. Als ik nu kijk wat ik vandaag op de hashtag NU13 voorbij heb zien komen. De voorbeelden die ik heb gezien. Ik ben niet in alle sessies geweest en toch heb ik van heel veel sessies hele mooie dingen meegekregen. Daar word ik altijd heel erg blij van. Dus hoe maak ik mijn werk makkelijker? Eerste niveau. Tweede niveau is hoe werken we slimmer met elkaar samen? Vandaag ook al heel veel van gehoord. En dit is niet die manier, hè, wat mij betreft. Ellenlange vergaderingen met veel papier. Iemand die ervoor staat om te presenteren, hoewel dit een hele leuke presentatie was. Het derde niveau. De manier waarop je werkt als propositie. Identiteitsmarketing ook wel eens genoemd. Vandaag ook weer superveel goede voorbeelden voorbij zien komen van bedrijven die zich anders organiseren. Buurtzorg is een heel mooi voorbeeld. Hun manier van organiseren is hun propositie naar de markt. Ze doen het sneller, ze doen het goedkoper, ze doen het efficiënter en ze doen het, heel belangrijk, ook veel leuker. En tenslotte het vierde voorbeeld. Ik heb Nicolette Mak van Valet Express even als voorbeeld genomen van succesvol social entrepreneurship. Wat is nou de waarde van die organisatie naar de maatschappij? En dat gaat verder dan de waarde die je als organisatie gewoon levert met producten dat je levert. Dat gaat verder in de vorm van hoe kun je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hoe kun je die betrekken bij je bedrijf? Hoe kun je dat veel meer doen met je bedrijf dan alleen maar je product leveren? Ja, en waar begint dan sociale innovatie? Eigenlijk, hè, ik hoorde ze straks in de interactie van mensen, maar het begint vaak bij één persoon in mijn beleving. Ik heb hier een foto van Kees Pater. Kees Pater was de directeur van Koekjesfabriek Veld in Veenendaal. Was in 2011 winnaar van de slimste verkiezing die ik samen met een aantal collega's elk jaar organiseer. En de hele verandering van het bedrijf begon bij zijn bewustwording van hey, zoals het nu gaat, kan het niet verder. De cijfers gaan slecht, verzuim is hoog, iets gaat er niet goed. En hij is eerst bij zichzelf te raden gegaan. Een andere winnaar van de slimste verkiezing van het jaar daarvoor, Jaso, is evenaar Pascal Bos, hoofd van de engineer. Het hoeft niet altijd de ondernemer te zijn. Dit was het hoofd van de engineeringsafdeling. Ook een heel mooi voorbeeld. Kwam ook bij zichzelf tot het gevoel van hey, we kunnen niet meer verder zo. We hebben hier geen prettige sfeer op de afdeling. Het loopt niet lekker. We zijn negatief. En hoe kunnen we dat omdraaien? En wat kan ik daaraan doen? En tot slot nog één persoon. Giel Pastoor, Parktheater Eindhoven. Waanzinnig voorbeeld van anders organiseren, van nieuw organiseren, van sociale innovatie. Supermooi. En het begon ook bij Giel dat hij het anders wou. En wat is nou kenmerkend voor al die mensen? Het kenmerkende zit voor veel mensen
in het feit dat er ergens een wrijving ontstaat tussen wat ze doen volgens de boekjes en hoe het hoort. Management lagen erin zetten, et cetera. Maar dat werkt voor mij niet. Het voelt niet goed. Het klopt niet. En dan kom je toch alweer heel snel bij natuurlijke principes. En het mierenvoorbeeld is al eerder gebruikt vandaag. Dit is een heel fascinerend filmpje. Wie heeft het wel eens gezien? Dat gaat over die ant-kolonies in toch een aantal mensen. Voor de mensen die het niet weten, filmpje van 6 minuten. Wat ze hebben gedaan is een ondergronds netwerk van een mierenkolonie hebben ze volgegoten met beton. Die mieren waren al weg, gelukkig. Hebben ze volgegoten met beton. En toen zijn ze dat uit gaan graven om te kijken hoe dat in elkaar zat. Waanzinnig. 5 meter diep, 8 meter in omtrek, gigantisch gangenstelsel. En er komt geen manager aan te passen. Geen één manager komt eraan te passen. Echt supermooi. Nou, als je dan over sociale innovatie in het MKB hebt, waar letten wij dan heel erg veel op? Dit is model logische niveaus. En waar het mij eigenlijk heel erg om gaat, zeker binnen het MKB, is een hele directe relatie tussen hoe die organisatie is en hoe die ondernemer is. Want die organisatie is vaak een afspiegeling van die ondernemer. Dus wil je een organisatie veranderen, dan zal de veranderingsslag eerst bij die ondernemer plaats moeten vinden. En hier zie je heel mooi de koppeling tussen ondernemer en onderneming en die persoonlijke visie en die bedrijfsvisie en die persoonlijke identiteit en die bedrijfsmissie. Spiegelen dus. Wat zie je als directeur-eigenaar van een MKB-bedrijf weerspiegeld in je organisatie? En wat is daarvan eigenlijk van jou? En dat is vaak best wel heel erg veel. En dan kom je bij mij eigenlijk voor een sleutel van sociale innovatie. Überhaupt. Vandaag al veel over gezegd. Over zingeving. Maar wat mij betreft ook over bewustzijn. Want die natuurlijke principes gaat ook over bewustzijn. We voelen van binnen dat het anders kan. Dat het anders moet. Dat er andere principes aan de grondslag liggen. Dus het zelfbewustzijn en de zingeving zijn wat mij betreft 2 hele belangrijke leidende principes om sociale innovatie succesvol te laten zijn. Want als dat zelfbewustzijn er niet is bij een ondernemer, dan kan hij ook niet veranderen. En dan heb je, dit is zelfs nog lastig, al is het zelfbewustzijn er wel, dan moet er ook nog een wil tot veranderen zijn. Of een noodzaak. Als dat er niet is, gaat het ook niet gebeuren. En wij doen best wel wat eerste lijns noemen wij dat bij Sintens. Wij zijn geen echte organisatieadviseurs, maar we doen wel kleine interventies. En we halen veel van de markt erbij. We zien nog regelmatig het bewustzijn is er wel. Maar die wil om zelf naar jezelf te kijken en zelf te veranderen, die is er niet altijd. Nou, even 2 leuke voorbeelden van MKB-ondernemers. Dit is een voorbeeld van inspiratie. Het zijn 2 ondernemers, Bram en Theo. Ik ken ze vrij goed, sterker nog, ik heb ze bij elkaar gebracht. Die zijn aan het werk. En wat ik het hele leuke vind in het voorbeeld van inspiratie, is er zit geen laag tussen. Er is geen managementlaag. Zij zijn zelf het management en ze staan zelf met hun voeten op de werkvloer. En wat ik daar fascinerend aan vond om te zien, is dat er een hele directe relatie is, en vandaag ook al een paar keer terug horen komen, een hele directe relatie is tussen die strategie, waar ze zelf mee bezig zijn, en de uitvoering van de strategie. Maar ook omgekeerd, die feedback die er op de werkvloer is, wordt direct meegenomen in de strategie. En zo krijg je dat het altijd soepel loopt. Er is geen ruis door een middelste laag, een tactische laag met allemaal subdoelstellingen. Dat loopt in 1 doorgaande beweging door. En een ander voorbeeld, zoals ik al aangaf, wij organiseerden de slimste verkiezing, slimste bedrijf van Nederland verkiezing. 19 november aanstaande in Os hebben we de energiedag. Schoon gewoon zit erbij inderdaad. Of het is 1 van de bedrijven die een inzending heeft gedaan en waar we nog langs geweest zijn. Vanochtend nog langs geweest zijn om te kijken, klopt het verhaal wat op papier staat ook met wat wij als adviseurs ervaren. 2 collega's van mij zijn er geweest. En een van die ondernemers waar ik van de week was, daar kwam ik ook weer heel erg achter van, ja, het is voor hem
vanzelfsprekend. Hij is in dat bedrijf gestapt, heeft van een aantal oude eigenaren heeft hij het overgenomen. En hij heeft een aantal dingen, omdat dat voor hem natuurlijk was, heeft hij gewoon omgedraaid. Als mensen overwerkten, dan was hij er niet aanwezig, maar dan liet hij gewoon de sleutel achter. Terwijl de oude eigenaren altijd de deur zelf dicht deden. Hij zegt, ja, deze mensen doen het zelf toch thuis het licht ook uit en doen zelf toch de deur ook op slot. Dat is toch de normaalste zaak van de wereld. En dat is wat ik heel leuk vind. Het gaat vaak om dat hele, hele normale, wat we met al onze systemen en al ons managementdenken eigenlijk hebben verloren. En dan komen we weer terug bij die natuurlijke principes. Ja, en dan ga ik weer even terug naar die Indianen. Lange termijnvisie, heldere doelen. Ook geen discussie over wat die doelen zijn. Ook geen subdoelen. We weten allemaal precies waar we voor gaan. En als het over de lange termijn is, dan gaat het voor ons allemaal. Net zoals we allemaal op deze aarde leven. Dus het lange termijn perspectief. En dan het voorbeeld van die ratenpopulieren, want ik heb hem net niet helemaal toegelicht. Maar ik beschouw ons als mensen eigenlijk heel graag als die ratenpopulieren. We zien er boven de grond allemaal net wat anders uit. Allemaal onze eigen stam, onze eigen bladeren. Maar onder de grond, met alle wortels, zijn we allemaal met elkaar verbonden. En dan kan het ook niet zo zijn dat de ene boom meer trekt dan de andere boom. Want je bent met elkaar verbonden. En dat zit voor mij allemaal in het kader van bewustzijn. Dank jullie wel.